Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe Ups & Downs. Ik heb vandaag heel veel gehad in mijn omgeving. Er is een schilder geweest, die heeft mijn hele keuken geschilderd. Hij gaat dit nog schilderen. Hij heeft een aantal dingetjes van de zoldertrap geplamuurd en gedaan. Die zoldertrap wordt ook van de week nog een keer ergens iets mee gedaan. Hij komt dat tussendoor doen, dus ja. Hij wandelt gewoon binnen. En dat is niet erg. Dat is gewoon helemaal prima. Maar in ieder geval de... keuken is nu zover gedaan. De kinderen zijn naar school geweest. Ze zijn nu net terug van school. Liam is aan het ontprikkelen. Ik zal het even laten zien. Ik had 6 plus luiers besteld. En ze kwamen in een grote doos. En als hij een doos ziet, moet hij erin zitten. Dus succes jongen, veel plezier. Ga je lekker hier gaan. Dus die is nu aan het ontprikkelen. Niels komt zo dadelijk ook thuis, dan kan ik eten gaan maken. En ik had ook droge washandjes besteld. Die waren ook in de webshop aanwezig. Dus ik heb die ook gelijk eventjes besteld, zodat ze weer op voorraad zijn. Want volgende week is Jordi weer aan de beurt voor Botox. Dus ja, dat is wat er aan de hand is. Ja, weekend mag beginnen, denk ik. Dus we hebben morgen bruiloft. Wie zou er thuis zijn? Tada! En van wie zou Liam het hebben dat hij graag in zijn onderbroek loopt? Tada! Ik zou het niet weten. Ik zou het echt niet weten. Het is echt een vraagteken voor mij. Het is één groot vraagteken. Maar goed, ik ben bezig met eten koken. We eten verse worst met jus. En gekookte aardappels. Nou ja, gestoomde aardappels. Met broccoli. Dus ja, dat is wat we eten. Ja, dat. We hebben hier alles even gepoetst. En nu is het tijd om zo lekker naar bed te gaan. Hé, Joef? Joef? En dan is het tijd om zo te slapen, hè? Ja. En dan morgen weer een nieuwe dag. Morgen gaan de kinderen en Niels naar de kapper. En deze moeders ook. Ik ga ook naar de kapper. Puntjes laten knippen en even weer een model inbrengen. Een hele goede morgen. Ik heb al het een en ander gedaan. Fruit gemaakt voor de kinderen natuurlijk, opgeruimd, was aangezet, et cetera. Net heb ik heel even gedoucht, want ik ga vandaag naar de kapper. Maar ik niet alleen, Niels en de kinderen ook. Ik ga eerst met Niels en de kinderen naar de kapper. En daarna ga ik zelf naar de kapper. Vanavond hebben we trouwerij, je wil er een beetje fatsoenlijk op staan. Dus ja, ik ga het niet kort laten knippen. Ik ga het gewoon in model laten knippen. Ik weet alleen nog niet wat. Want ik kan nu veel meer met dit haar. Het is wel zo dun als het maar zijn kan. Maar hey, ik kan iets meer dan wat ik normaal kan. Dus ja, dat is wat de bedoeling is. Ik ga daarna, nadat ik naar de kapper ben geweest, ga ik eventjes gewoon naar de winkel. Even wat spulletjes halen. Ook voor morgen vroeg. En zorgen dat onze oppas, die komt, lekker wat te snaaien heeft. Want hey, dat is wel belangrijk, vind ik. En als ze iets anders in de kast ziet wat ze wil, moet ze dat pakken. Boeit mij helemaal niks. Dat is wat, het, ja, wat we gaan doen. Als ik terugkom vanmiddag, dan gaan we alle kinderen even douchen. Ga ik mezelf helemaal douchen. Mijn wenkbrauwen doen. En nou, hè, dat allemaal vast klaar is. Zodat als we de kinderen op bed hebben liggen, dat ik gewoon mezelf kan plamuren en schuren en recht trekken. En dan, ja, dat. Dus... let's go. We gaan eerst even gauw de kinderen klaarmaken. En zorgen dat ze in de auto komen. We zijn allemaal naar de kapper geweest. Ja, voor mij is het nu nog een pluizenbol. Maar ik moet daar nog even douchen. En de kinderen gaan zo douchen. Dus dan is dat ook weer allemaal goed en netjes. Maar het is in ieder geval geknipt. Ze hebben de puntjes geknipt. En mijn pony is iets korter. Zodat het nu weer gewoon lekker gezond is. Dat het weer een beetje... leefbaar is. En zoals je ziet, de krul zit er ook alweer in. Of in ieder geval het slag. De slag zit erin. Dus dat is ook positief.
En ja, ik heb gewoon heel raar haar. Dat is gewoon zo. Maar mijn haar heeft ook wel veel te lijden gehad. Hè? 3 zwangerschappen, dan leidt je haar ook. Een gastric bypass leidt je haar. Ik heb natuurlijk vitamines die ik moet slikken iedere dag. En dat is ook niet altijd dat je van het voor je haar. Omdat ik niet alle voedingsstoffen binnenkrijg die je op een dag binnen zou moeten krijgen met een gastric bypass. Wat is het? Wat wil je? Weet je niet? We gaan zo douchen. We gaan zo lekker douchen. Met je lekkere korte haartjes weer, hè? Hoe lekker! Ja. Ik kom naar haar. Ja, je komt met haar eens weg. Mama is ook naar de kapper geweest. Wat is er? Hij moet even checken. Want hij ziet dat mijn haar ook anders is. Vind je het mooi? Vind je mama's haren mooi? Hm? Liam is heel mooi. Ik ben Sam en ik doe zeuren. Nee. Maar goed, wij gaan zo even lekker douchen. En ja, ik moet dan nog eventjes van alles doen. Mijn wenkbrauwen, mijn teenagels lakken, dat soort dingen allemaal. Dus ja, blijf bezig vandaag. Zo. Ik heb de kinderen gedoucht en alles. En mezelf gedoucht. Ik heb mijn oksels geschoren en de hele rattenplan. Dus dat is allemaal geregeld. Ik heb net ook mijn wenkbrauwen gedaan en meeeters eruit gehaald. En nou ja, hè, dat is allemaal. Nu ga ik heel even mijn gezicht verzorgen. Ik heb net allemaal die shit uit mijn gezicht gehaald. Dus eerst maar even schoonmaken met micellair water. Och ja. Ik weet ook nog niet wat ik vanavond doe met mijn make-up. Dat weet ik allemaal nog niet. Wie doet dat ook altijd? Ik kijk altijd wat je nog na. Dan doe ik altijd toner. Ach ja. Eigenlijk zou ik niet mee hoeven naar deze bruiloft. Want eigenlijk was het ding dat alleen alle mannen zouden gaan. Maar toen kwamen ze in één keer op het idee dat ook de vrouwen mee konden. Dus ja, toen moest ik ook aan de bak. Dus... laten we dan ook maar even iets voor ervan maken. Hè? Ja, ervan maken. Ja. Dan doe ik meestal een dagcreme op. Dit is de Rosy Glow Day Cream van de Douglas. Ik ben zo blij dat mijn gezicht hier tegen kan. Maar omdat ik net aan mijn gezicht heb gezeten, brandt het verschrikkelijk. En ik wil het gewoon heel even goed laten intrekken. Dus ik heb het nu wat dikker gedaan. Dat is dadelijk in één keer weg. Dus dat is altijd. Dus ja, dit gaat gewoon nou eventjes intrekken en doen. En... even haar in de klem zetten en dan ging ik het heel even gescheten. Dan ga ik daar heel eventjes alle kamers even opruimen. Of ja, opruimen. Het is zover opgeruimd en
Ik moet van de week nog poetsen en alles, maar... Ja, zie je, nou is het al weg. Het is al dat. Maar ik kan het heel eventjes rusten voordat ik er straks make-up op ga zitten smeren. Ik ga gewoon heel even opruimen en doen... Ik moet even de douche poetsen. Even een doek over de trap heen halen en over de vloer. En dan doe ik van de week doe ik hier wel poetsen. Want volgend weekend vieren wij alle verjaardagen van de kinderen. Dat doen we één keer per jaar, doen we dat altijd. En ja, dat is dan gepland. Dus ik ga heel eventjes nu naar beneden toe even wat drinken. En dan ga ik even boven opruimen, zodat het in principe poets klaar is. En was doen, enzovoorts, enzovoorts. Kleding klaarleggen, pyjama's klaarleggen voor dadelijk als de kinderen naar bed gaan. Want als de oppas komt, gaan de kinderen naar bed. Dus ja, komt goed. Een hele goede avond. Ik heb ook al op. Niels ook. De oppas is net weg. Wij gaan zo lekker naar bed. En we gaan lekker ons eigen ding doen. We gaan lekker slapen. We hebben een feestje gehad. En dit zijn wij dus als we alcohol op hebben. Zo, ik ben helemaal weg. Ja, tuurlijk. In ieder geval, onze oppas is net weg. Dus de kinderen waren gewoon lekker veilig. En ja, we gaan dus zien of ik dit erbij edit. Ja, mooi knip je dit eruit. Ja, dat zal goed zijn. We zullen het zien. In ieder geval, bedankt voor het kijken voor nu. Dag. Een hele goede morgen. Ik ben broodjes aan het afbakken. Ja, een pan erbij. Ik ben spek aan het bakken. En zo eitje bakken. Ik heb gisteren maar 6 wijntjes gehad of zo. Goed. En ik ben nu nog zat. Dus mijn hek nog nooit overkomen. Maar hey, het is zoals het is. Ik ben nu eten aan het maken. Voor de kinderen, voor de voor mij. En dan dadelijk eten. Ik hoop dat het daar wel een beetje wegtrekt. Want ik ben gewoon nog steeds zat. Dit zijn carnaval dingetjes. Dat heb ik normaal nooit, zeg maar. Het enige waar ik dat ooit mee heb gehad is toen ik werkte met carnaval. In een kroeg. Vroeger. Jaren terug. Daar heb ik dit 1 of 2 keer gehad. Voor de rest nog nooit. Lang geleden dit. Zo. Ik ben gedoucht en wel inmiddels volledig nuchter hoor. Ik doe het vandaag lekker rustig aan. Ik was straks in mijn pyjama, nu nog steeds. Ik ben inmiddels gedoucht en weer mijn pyjama aangetrokken. Niels is voor mij heel eventjes naar de winkel toe geweest. En ja, ik ben natuurlijk ook naar de kapper geweest. Dus mijn pony is ook weer wat korter. Wel even wennen. Maar ik vind het niet erg. Dus ja, ik ben weer even lekker schoon. Vandaag doe ik het ook gewoon rustig aan. Dus het is gewoon een hele saaie vlog, denk ik. Ik wilde ook allemaal filmen hoe we eruit zagen, et cetera. Nou, hier is een foto van hoe we eruit zagen. Het ging allemaal zo snel. De oppas kwam binnen. Nou, daar hebben we even een gesprekje mee gehad. Niks ernstigs, gewoon over het feit hoe dat... het ging even niet zo goed met Jordi, met de buikpijn. Dus we hebben even gewoon uitgelegd. We hebben Jordi gisteravond ook nog geholpen met de buikpijn, et cetera. Dus dat moest allemaal heel eventjes besproken worden. Hoe en wat ze dan het beste kan doen. En dat gaat toch altijd voor dan op filmen. Dus ja, gisteravond zijn we daarna naar iemand toegegaan die ons wegbracht. En een oud-collega van Niels heeft ons weer opgehaald. Dus we zijn ook gewoon weer veilig thuisgekomen. Dat is het voordeel van mensen kennen. Die vinden dat helemaal dan geen probleem. Ja, toen zijn we thuisgekomen. Hebben we even met Daphne, de oppas, erover gehad hoe het was gegaan met Jordi. Tussendoor natuurlijk echt contact gehad. En... ja, dat we hebben geen tijd gehad om het te filmen. En tegen die tijd dat wij, zeg maar, dronken waren,
had dat niet veel nut meer. En ook niet daar heb ik gefilmd, want dat is privé. Die mensen vieren hun trouwfeest. Die ga je gewoon niet filmen. Dus dat. Niels die is voor mij naar de winkel geweest, zodat ik gewoon even rustig aan kan doen. En ik ga nu naar beneden toe en even lekker op de bank zitten, nog met de kinderen en met Niels. En dan haal ik eten koken, et cetera. En dan straks als de kinderen op bed liggen, moet ik wel heel eventjes aan de poets. Maar dat doe ik gewoon op mijn gemakje. En het eten van morgen maken voor Jordi. Want Jordi gaat morgen wel naar school. Dus dat is wat de bedoeling is. Pintje liggen op bed. Niels is heel eventjes naar een vriend van hem toe. En hij had een plankje dat in de grond verf moest. En dan hebben we een spuitapparaat. En hey, veel plezier. Ik ga zo dadelijk hier heel eventjes opruimen en alles doen. Brood maken voor Niels en voor Jordi. En opruimen en dat soort dingen allemaal. Op dit moment helpen we Jordi ook iedere avond. Dus al een paar weken zo. Of een paar weken, denk ik al. Anderhalve maand dat we bijna elke avond Jordi voordat hij naar bed gaat helpen. Dus dat hebben we ook vanavond weer gedaan. Dinsdag heeft hij gelukkig weer botox. Dus dat gaat ook weer verbeterd worden. Maandag, dus jullie krijgen deze vlog op vrijdag, komt die online. Maandag komt er geen vlog online. Dat heeft een reden. Aankomend weekend vieren wij de verjaardag van de kindjes voor familie en vrienden. En dan is het hartstikke druk. En die maandag hebben wij ook weer allemaal afspraken staan. En is het gewoon hartstikke druk. Gaat mij gewoon niet lukken om die vlog online te krijgen. Dus ik heb besloten om maandag geen vlog online te laten komen. Maar die vrijdag komt er een week vlog online. Dus dan heb je toch nog gewoon de hele week gezien. Ik red het niet. Ik red het gewoon echt niet. Ik heb het gewoon hartstikke druk momenteel. Dinsdag gaat Jordi natuurlijk onder narcose met botox. De ene keer kan hij de dag erna alweer naar school. En de andere keer kan het niet. Heeft hij nog steeds last van de narcose, et cetera. En van zijn kont. En dus het is gewoon echt even afwachten hoe en wat. En natuurlijk moet ik ook boodschappen doen voor de verjaardagen van de kinderen, et cetera, et cetera. Dus het gaat mij gewoon niet lukken. Ik heb het gewoon echt gigantisch druk komende week. Ik heb besloten om maandag geen vlog te laten online laten komen. Maar die komt dus vrijdag gewoon. Dus maandag niet, vrijdag komt de weekvlog. En dan die maandag erop als goed is gewoon weer een vlog. Dus dan weten jullie dat. Ik ga ook bij deze ups nou gelijk afsluiten. Dan kan ik dadelijk nog heel eventjes gauw editen. En dat gewoon deze komende week alles gewoon op tijd online komt. Dus bij deze bedankt voor het kijken en tot de volgende.